Jeroen, jullie hadden een vriendschap. Wat betekende hij voor jou? Nou, hij was voor een deel ook wel... Hij was heel recht in de leer. En ook over wat cabaret moest zijn. Zei, je moet gewoon om je heen kijken wat iedereen vindt. En dan moet jij het tegenovergestelde beweren. Ja. Dat doet Thierry Baudet nu ook. Dus het is niet helemaal een compleet goed recept. Mm-hmm. Maar ik bewonderde hem enorm al sinds 1986. Toen zag ik hem voor het eerst met het lied Krabbe Schoenen. Gewoon als liedjeschrijver. Dat was natuurlijk zijn grootste kracht. Maar hij is onderschat ook als conferencier. Mm. Hij heeft een keer, dat ging ook over armoede... Hij heeft een keer een conferentie gehouden over zijn schoonouders. De ouders van zijn toenmalige vriendin. Die nog voor de oorlog en ook vlak na de oorlog... in de ouderwets in de sociale beweging zaten. En dat deed hij door ze uit te lachen. Hij zei, die mensen gingen in hun vrije tijd... Huh? Op zondag, dan gingen ze andere mensen helpen. En dat bracht hij zo ongelooflijk sarcastisch... dat er een heel ongemakkelijk gevoel in de zaal ontstond. Dus hij was als cabaretier toch wel veelzijdiger dan alleen die liedjes. Ja. Ik heb toen echt gemerkt wat dat kan aanrichten. Als je hele heldere gedachten hebt... Ja, mensen die echt altruïstisch zijn en zich inzetten voor andere mensen... uitlachen. Ja. Ja, dat is de mentaliteit die er natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar heel veel geheerst heeft. Van, ja, als je niet... gaat beleggen of in de crypto gaat, ja, dan ben je een loser. Weet je. Wanneer mis je hem het meest? Eigenlijk een aantal keren per week als ik denk, we moeten even bellen. Mm. En er waren altijd incidentjes en ook grote dingen... zoals de actie tegen de Olympische Spelen in China destijds. Ja, toen belden we bijna elke dag, want hij stapte daar meteen bij in. Mm. En hij had een heel net als Theo van Gogh over. Ja. Gewoon ook een helder oordeel over wat er aan de hand was. Ja, jij gaat